kijken naar de kuttelpeern uit Denenkamp. Lach eens naar het vogeltje. Die doen ook al jaren mee aan de Twentse carnavalsoptocht. Aan meerdere optochten in Twente. Want ik neem aan dat ze gisteren in hun eigen dorp ook meededen. Ja, ze hebben gisteren in Denenkamp meegedaan. En daar is de strijd altijd tussen de drie verenigingen. En dit jaar hebben zij daar de eerste prijs gewonnen. En wat wel heel leuk is, dat er toch weer jongeren van de groene kuttelperen naar de kuttelperen ingaan. En daar toch weer die kar gaan trekken en zorgen ervoor dat die wagen weer op straat komt. Lach eens naar het vuggelke, de kuttelperen uit Denenkamp. En deze mensen komen uit Denenkamp, zien er fantastisch gesminkt uit. Maar die moeten dus erg vroeg uit bed om te sminken. Want ze worden vervolgens volgens mij met een bus naar Oldenzaal gebracht. Dus er zullen hier mensen bij lopen die vanochtend om 7 uur al in de sminkstoel zaten. Oh, dat denk ik zeker, Esther. Het is natuurlijk een konvooi van bussen wat van Denenkamp richting Oldenzaal gaat. Als je nagaat dat je daar drie verenigingen hebt, allemaal met een loopgroep van 250 man. Dan heb je al een kleine 750 man die je moet transporteren 's ochtends en dan moet inderdaad nog gesminkt worden en gekleed worden. Die mensen moeten allemaal nog wat te eten hebben voor de optocht. Want het is natuurlijk een hele lange rit in de optocht. De twee heren die door deze loopgroep rennen zijn de prins en de sik van Denenkamp. Jammer genoeg mogen die in Oldenzaal gewoon niet op de wagen. Want dan krijg je echt een hele grote stoet van prinsen, hoogheden en noem het op. Zij hebben gisteren hun moment gehad in Denenkamp en dit lossen ze zo op deze manier goed op. Nou, dat is toch prima. En wij kunnen inderdaad niet meer wagens handelen. We krijgen die verzoeken wel eens van verenigingen. Zeker met een jubileum of een uitzondering kunnen maken. Maar daar zijn we toch heel streng in. En zo hou je ook de kwaliteit van de optocht hou je hoog. En kun je ook geen afspraken. De afspraken die je maakt moet je nakomen. En dat weten ze ook heel goed. Optocht duurt nu al 2 uur. Zou je dat doen, dan sta je er bij zo 3 uur onderweg. Dat is voor de bezoeker ook niet leuk. Nee, voor de bezoeker is het niet leuk. En je moet je ook nog voorstellen, de wagens moeten vanavond ook allemaal nog weer terug. Dus wij willen graag dat het voor het schemert de wagens weer in de Denenkamp staan. Het hele vogelrijk wordt uitgebeeld op de grote wagen van de kuttelpeern. Erg mooi. En na de kuttelpeern komt weer een tweeling, Sally Os. We gaan naar Oene. Ja,